je naam en je naam wordt je voornaam. En daar zit nou het hele crux dat je gebonden bent aan de overheid. Dus jouw juridische entiteit die eraan geplakt wordt aan de mens, dat is eigendom van de overheid. En als jij zegt, ja, ik ben dat, en dat is een stukje juridische entiteit, dan zegt de overheid, nou goed, ik krijg een geld van je, belastinggeld. En wat de meeste mensen zeggen, die zitten in die toestand van het autonoom willen zijn en handelen, hè, tegen de belasting, tegen dit, maar ze zitten nog steeds met hun gebonden aan die BSN vast. Dus ze hebben nog steeds verbindenis. Dus ze zijn vanuit hun geboorte natuurlijk wel soeverein, maar in de juridische soevereiniteit is er niet. Maar die hebben ze niet geclaimd. Dat heeft Erik wel gedaan, heb ik gedaan, en hebben we nog een 40 mensen gedaan, die hebben dat geclaimd. We draaien de hele geboorteaangifte terug, maar die is vals. Is een valse daad. Want ik moest het doen. Ik wist de consequentie niet, het is een rechtshandeling. En als ik het niet deed, krijg ik straf. Hè? Een rechtshandeling. Met rechtsgevolgen. Nou, dus je moet die geboorteaangifte vernietigen, althans als daad, waardoor dus de gevolgen uiteraard ook vervallen. Eigenlijk het grote avontuur. Ja, dat heeft het anders uitgepakt. Waardoor ik door 3 agenten gevloerd werd in de rechtszaak zelf, omdat ik de rechter zodanig geïrriteerd had om hem op de juiste jurisdictie aan te spreken. Dan ga je dus daarna ga je dieper graven, omdat je dan erachter komt van er blijkt meer aan de hand te zijn. En dan ga je spitten. Maar na verloop van tijd zullen de mensen toch gaan inzien van hey, mensen gewoon die documenten bij ons gewoon vrij kunnen gebruiken om naar de juiste instanties te sturen. Dus of het nu een gemeente is, of dat het nu de overheid is. Van het ministerie van Financiën, ministerie van Justitie, ministerie van Rijkswaterstaat. Noem het maar op. Daar worden gewoon, en de S. Wilfred heeft daar een aantal topdocumenten in gemaakt de afgelopen maanden. Die gewoon vrij beschikbaar zijn gesteld. Daar hebben we met Wilfred over gehad. We moeten gewoon wat documenten maken. Want de meeste mensen zitten zo klem dat ze gewoon geen kant op kunnen. Dus laten we hen gewoon wat handvaten geven. Waarmee de mensen gewoon mee geholpen zijn geworden. Maar goed, nu zitten we nou alweer in november. We gaan richting december alweer. En het bijna het einde van het jaar nadert. En er is nogal een hoop gebeurd de afgelopen maanden dit jaar. En, nou ja, weet je, wat betreft de informatie gaan we vandaag bespreken. En ik zal sowieso aandacht luisteren. Voor degenen die nu kijken en luisteren, belangrijk, denk je van, oh, hoe zit het ook weer? Luister nog een keer terug. Dat stukje waar we het over gaan hebben. Want het is belangrijk voor jou en deel het ook met vrienden, familie, collega's. Deel het zoveel mogelijk. Zet het op je Facebookpagina. Deel het op Twitter. Gooi het knal alles maar helemaal vol over dit. Want dit is belangrijk. En dit is niet, dit is geen makkelijke hap. Maar dit is wel een hap die belangrijk is. En ook voor mij komt er zometeen heel veel informatie naar buiten. Dus ik ben benieuwd. Genoeg gezegd, gedaan. We gaan beginnen aan het hele gebeuren. Het Vaticaan. Dat was wel heel bijzonder. Ik bedoel, een groep naar het Vaticaan toe. En ik heb me laten vertellen, het heeft niet 5 minuten lang moeten duren. Ja, omdat we met 2 auto's rijden, het werd donker ondertussen. Dus ja, het is druk op de weg, dus je moet elkaar een beetje in de gaten houden. Dus dat is het verhaal. Ja, wat ik nou heel bijzonder vind, het verhaal over, want dat is de koning uit Portugal. Die zijn dus in 1910, wat ik even bij heb zien komen, verdreven dan uit Portugal. Klopt dat? Ja. In 1917 is een coup gepleegd in Portugal, waarmee ze eigenlijk het echte royal huis hebben, waarmee ook King Carlos de I eigenlijk vermoord is geworden. En als je gaat kijken vanuit het Vaticaan, is dat deze koning, die heeft alle papaboels, waarmee hij de rechtmatige koning is eigenlijk, ook van het Vaticaan, van alle religies. En hij heeft dus op 23 mei 2023 een soevereiniteitsverklaring gemaakt, die is bezorgd bij het Vaticaan, waarmee eigenlijk alle religies over de hele wereld gewoon veiliggesteld zijn. En daar hebben we nog een gesprek over gehad. Daar ga ik niet te diep over in. Maar officieel is iedereen onder de nature law officieel soeverein. Het rare is bij vaccinaties dat hoe heftiger de bijwerkingen zijn, hoe eerder een licentie wordt goedgekeurd. Want dan, ja, dan werkt het immuunsysteem. Het probleem is bij COVID. COVID was een experiment die niet voldeed aan de voorwaarden van epidemiologie.
Nou, hoe ze dat kunnen doen, dat zit hem al in artikel 5 van de Nuremberg-code. Daar zit het hele verhaal. Artikel 5 van de Nuremberg-code zegt dat je geen experiment op mensen mag uitoefenen, tenzij alle artsen eraan meedoen. Laat het maar nalezen, artikel 5. Dus met andere woorden, doordat alle artsen mee gingen doen, zogenaamd met deze vaccinatie, waren ze niet strafbaar en konden in één experiment plaatsvinden die niet deed aan de epidemiologie. Ja, dat moet een oorlog. Oorlog is een verdienmodel. Ja, en de mark of the beast, hè, de chip in je kont, is waaraan ze jouw zweetarbeid gaan oogsten. Hè, singularity, het robotiseren van mensen. En dat gebeurt door die vaccinaties, waar een patent op zit. Nou, DNA zelf kan je niet patenteren, maar wel het spul wat je in het lichaam spuit. En dat zag ik, mijn vriend van mij was op het vliegveld, en was een hele lange rij. En hij, die andere rij was niemand, dus hij ging naar die andere rij. En toen zei die agent, zei, nee, je moet terug naar die andere rij. Zei hij, ja, maar ik ben niet gevaccineerd. Oh, dan kan je doorlopen. Dus al die mensen die gevaccineerd waren, stonden in de andere rij, want die waren eigenlijk onderdeel van de patenthouder. En omdat hij niet gevaccineerd is, heeft hij geen contract, zogenaamd, met die patenthouder en kon hij doorlopen. Ja, en daarbij, Frank, hebben wij ook nog een document gevonden van het Hoogste Gerechtshof van Amerika. Waar dus in staat dat, en dat is in 2010 een uitspraak geweest, je DNA is natuurlijk. En als je je DNA gaat patenteren, wordt dat gezien als een terroristische actie. Ja. En daar tegen de DNA wat natuurlijk is, en dat is strafbaar. Wat, weet je wat het is, heren? Ik weet niet hoe jullie er tegenaan kijken. Waar ik mijn buik vol van heb, is dat er mensen zijn die alleen maar speculeren. Er komt dit, er komt dat. En wellicht morgen, die periode heb ik ook gehad, dat ik denk van nou, hè, morgen ben ik benieuwd. Gewoon een onderzoek doen. En dan geloof voor, ons volg niet. Het spoor van het geld. Ja, vooral geloof ons niet, maar doe juist. Je eigen research en je komt er zelf achter van wie de waarheid spreekt. Volg het spoor van het geld. Ja, is follow the money. Ja, en dat is natuurlijk ook wel mooi met de zaak van P. Diddy. Dat wordt steeds groter, groter, groter. Mijn partner heeft ontdekt van de week op TikTok, kwam er een filmpje voorbij, dat er een verbinding was tussen de tunnel van Michael Jackson en P. Diddy. En dat waarschijnlijk, naar alle waarschijnlijkheid, de dood van Michael Jackson is gefaked. Ja. Uit angst of uit represailles naar hem toe of hem te beschermen tegen de hetsen, zodat hij rustig in een vaarwater kan leven. En die jonge man werd zo verschrikkelijk onder druk gezet, op allerlei vlakken, door de pers en weet ik het allemaal, dat naar alle waarschijnlijkheid, en ik ga dan niet zeggen dat zo is, hè, naar alle waarschijnlijkheid zijn dood in scène is gezet. Er komen steeds meer filmpjes op TikTok naar boven. Dus als mensen, ja, maar dat is controlled opposition. Luister lieve mensen, de weg begint steeds meer vrij te worden. De gordijnen gaan nu langzaam open. Waarom zou je dan toch niet proberen? En ga je ook verbinden met die mensen op de social media als je daar behoefte hebt? Wil je het niet, ben je het niet verplicht, hè? Maar er komen steeds meer filmpjes naar boven hierover. En het is merkwaardig wat voor filmpjes er boven tafel komen of nooit eerder geziene beelden komen er boven. Dus ja, informatie komt ook van die kant vandaan. Dus alsjeblieft, laat je goed informeren. Wees wel verstandig, ga er niet uren achter zitten. Dat wil ik je wel meegeven, want anders word ik net te gek. Doe het in stukjes. En ja, dat is mijn advies. Eigenlijk moet je bezighouden met dat wat je blij maakt. Maar vervangen door lichtspectrum en geluidsspectrum in hologrammen. Dus in de toekomst, hè, over 10, 20 jaar, sturen we hologrammen naar. En op die manier gaan we communiceren. Dus de taal wordt ook heel anders. Oh, hoe moet ik dat zien, Frank? Dat klinkt heel erg interessant. Dus, er zijn winkels, daar kun je hologrammen zien, hoe een hologram werkt. Je weet hoe een hologram werkt. Dan kan je uiteindelijk, via robots gaan, doen ze dit al. Hè? Je ziet van die future, zo'n hologram neerzetten van iemand die met je praat. Ja? Maar dat wordt de toekomst. Eén. En dat heeft te maken met lichtfrequentie en geluidfrequentie die de stoffelijke materie overstijgt. Is dat positief of negatief?